Wij gaan het vandaag hebben over de 5 meest overpowered items die ooit in Fortnite zijn geweest. Dit lijstje gaat dus over items die veel te sterk waren, die eigenlijk nooit in de game hadden mogen komen. En als je deze video nu al super tof vindt, drop dan even die like, abonneer op Teveelgevraagd met dat belletje aan en gebruik onze supporter creator code Teveelgevraagd in de itemshop. Laten we gewoon gaan beginnen met deze top 5. Ik heb dus echt 5 van de sterkste items. Dat kunnen gewoon items zijn zoals bijvoorbeeld een potion of een shield. Maar dat kan natuurlijk ook een item zijn die er maar heel kort in is geweest. Laten we gewoon gaan beginnen met nummer 5. En trouwens, deze lijst is ook een klein beetje op mijn mening gebaseerd. Dus het kan zijn dat jouw top 5 er anders uitziet. Maar weet je wat, we gaan gewoon beginnen met deze top 5. Nummer 5 is voor mij de jetpack. De jetpack was een super sterk item in de game. Die nog steeds af en toe wel terugkomt. Want wat je dus kon met de jetpack is letterlijk omhoog vliegen. Dat zit eigenlijk wat een jetpack hoort te kunnen doen. Hij heeft dus ook een tijdje in de normale game gezeten. En de reden waarom hij is ook zo super sterk was, is omdat je hiermee een stairway to heaven kon maken zonder risico. En voor degenen die niet weten wat een stairway to heaven is, een stairway to heaven is dat je helemaal omhoog bouwt tot een maximale bouwlimiet en dat je vanaf daar gewoon continu doorloopt naar de volgende cirkel met dus alle hout en alle steen die je hebt. En de reden waarom dit zo sterk is, is dat je dus gewoon niet goed gezien werd als je heel erg hoog zat, maar ook omdat als je eraf geschoten werd, want dat was namelijk het hele ding van de stairway to heaven. Als je eraf wordt geschoten, was je eigenlijk zo goed als dood. Maar nu kon je dus gewoon letterlijk jezelf laten vallen. En op het allerlaatst, voordat je de grond raakt, druk je heel veel op spatie, ga je de lucht weer in door je jetpack. En daardoor kon je niet doodvallen. Dus dit was super sterk, maar ook in battles. Zodra iemand in een battle was, in een build battle, en je had een jetpack, dan hoeft hij helemaal niet te bouwen. Wat je namelijk gewoon kunt doen, is omhoog vliegen. En dan boven hem komen op die manier. En dan schiet je hem gewoon dood. Dus eigenlijk was het hele build aspect in de game was helemaal niet meer, niks meer waard. Je hoefde niet meer te bouwen. Zolang je maar een jetpack had, hoefde je eigenlijk nauwelijks meer te bouwen. Dus daarom was de jetpack te sterk, te overpowered. En is hij uiteindelijk uit de normale game gehaald. En is hij nu alleen nog maar te vinden in LTM's. Wat ik uiteindelijk een goede beslissing vind. Gaan we door naar nummer 4. En nummer 4 is iets wat je misschien wel zou verrassen. Maar het is echt heel erg sterk. Het is namelijk de treasure map. Op dit moment kan je een treasure map vinden. Die leidt je naar een schatlocatie waar een schatkist ligt. En in die schatkist liggen meerdere gouden wapens. Kunnen er vaak al 4 of 5 zijn. En deze treasure map is dus super OP. Ik zeg hier niet mee dat hij uit de game moet per se. Maar hij is wel heel erg sterk. En zeker weten de nummer 4 spot waard. Gewoon puur als je ook maar een klein stukje. Vaak hoef je niet zo ver te lopen voor zo'n treasure map. Je drukt 5 keer op je pickaxe op de grond. En je komt de chest uit met daarin alleen maar gouden wapens. En eigenlijk als je dus zo'n treasure map vindt, dan weet je gewoon van ja, eigenlijk ben ik nou klaar met looten. Want alles wat in die treasure map zit, kan je gewoon gebruiken om andere mensen mee te killen. En er is bijna niks beters dan een goud wapen. Dus met een beetje geluk vind je een gouden shotgun, een gouden SMG, een gouden assault rifle. En misschien is dat nogal een gouden sniper. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt om de game uiteindelijk te winnen. Dus een treasure map is super sterk. En als je er eentje vindt, gebruik hem dan nog. Want de treasure map zal waarschijnlijk aan het einde van seizoen 8 of het begin van seizoen 9 zal die eruit gaan, verwacht ik. Is natuurlijk niet zeker, maar ik denk wel dat dat het zal zijn. Gaan we door naar nummer 3. En nummer 3 is de Zappatron. De Zappatron is het wapen wat als eerste ooit gevallen is in Fortnite, in seizoen 1. Hij heeft er echt maar voor mij heel even ingezeten sinds de Battle Royale van Fortnite. En hij is dus uitgehaald omdat hij dus en hij was te sterk en hij paste niet in de game. Omdat hij verschillende ammo gebruikte. Hij gebruikte cel ammo. Dat is de enige ammo die geen ander wapen had behalve de Zappatron. Maar hij was gewoon veel te sterk. Er zijn wel wat clips op het internet waarbij iemand dus de Zappatron gebruikt en gewoon iemand lasert in één keer die in een bosje zat. En dat maakt hem super sterk. En daarnaast kon je hem alleen maar vinden in supply drops. Dus je kon hem niet vinden in chesten, niet in floor loot. Echt alleen supply drops, van zo sterk was hij. Dus de Zappatron is eigenlijk een legendarisch wapen en heel veel mensen vragen om een terugkeer van de Zappatron. Maar ik verwacht niet dat hij zeer binnenkort terug zal komen. En als hij terugkomt, gaat hij compleet veranderd terugkomen. Dan gaat hij waarschijnlijk iets anders zijn. Misschien dat hij een soort van charge heeft. Dat je hem kan gebruiken. En dat hij niet echt ammo gebruikt, maar meer durability. Net als de jetpack. Als je jetpack veel gebruikt, dan gaat hij op een gegeven moment weg als hij op is. Ik denk dat de Zappatron op die manier nog wel terug zou kunnen komen. Maar op een andere manier zie ik hem niet meer terugkomen in de game.
Gaan we door naar nummer 2. En nu gaan we toch echt naar de meest overpowered wapens in de game. Namelijk nummer 2 is de... Of wapens, items. Ik zeg niet alleen wapens, maar de meeste zijn wapens. Nummer 2 is de Infinity Sword. Of eigenlijk moet ik zeggen de Infinity Blade. De Infinity Blade is natuurlijk het item wat we in Seizoen 7 aan het begin ergens kregen. In week 2 of 3 dacht ik zo. En dit wapen was super sterk. Waarom was het super sterk? Nou, dat was omdat je eigenlijk iemand een 2-hit dood kon maken. Je had zelf ook nog eens extra HP. Volgens mij had je 300 HP in totaal. Ik weet niet zeker meer. Maar in ieder geval, je kreeg ook HP er continu weer bij. Als je het wapen vast had, dan kreeg je gewoon per seconde zoveel HP erbij. En het wapen was gewoon veel te sterk. Hij heeft er in totaal 1 of 2 weken ingezeten. En het was dus een mythic item. En een mythic item is nog beter als legendary. Dat is, laten we zeggen, het beste wat je kan hebben. Eigenlijk zou bijvoorbeeld de Zeppertron ook een mythic item moeten zijn. En de nummer 1, daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Maar de nummer 2 was dus een mythic item. En was dus echt gewoon veel te sterk. Heel veel pro-spelers zijn ook gestopt met Fortnite tijdelijk, omdat het wapen erin zat. Dit wapen zat er ook in tijdens de Winter Royale tournament. Winter Royale, een heel erg groot toernooi van Fortnite. En die heeft eigenlijk het hele Winter Royale, toernooi, heeft die verpest. Want wat gebeurde er nou? Iemand had dit zwaard in de laatste cirkel. En dit zwaard heeft gewoon alles om zich heen kapot gemaakt. Alle structures om zich heen kapot gemaakt. Heeft vervolgens 3 of 4 of misschien wel 5 kills gemaakt. En niet eens normale kills, maar echt pro-players heeft hij gekilled. En hij zelf was natuurlijk ook een pro-player. En daardoor heeft hij... Ik weet niet of hij heel Winter Royale gewonnen heeft, maar hij heeft in ieder geval die game gewonnen, waardoor hij heel veel punten heeft verzameld en uiteindelijk ook veel geld mee heeft verdiend. Dus die hele Infinity Blade was gewoon één grote mislukking. Had uiteindelijk nooit in de game mogen komen en was dus echt veel te sterk. En deze zal ik denk dat hij nooit meer teruggezien gaat worden, aangezien het echt een hele negatieve sfeer heeft gecreëerd rondom Fortnite, rondom Epic Games. En heel veel mensen vonden dit ook de slechtste periode ooit in Fortnite. Dan gaan we door naar de Honorable Mentions. Want ik heb er nog een aantal die niet in dit lijstje kon verwerken. Ik wilde een top 5 maken, maar dit zijn er toch wel 3. Ik heb er namelijk 3 in totaal. Die eigenlijk in dit lijstje ook wel hadden kunnen staan, maar net niet erg genoeg waren om dus er wel in te komen. Namelijk de Drumgun is er een van. De Drumgun is een heel sterk wapen, wat helaas gevalt op dit moment. Was wel misschien wel het favoriete wapen van iedereen die professioneel Fortnite speelde. Werd altijd meegenomen. Ik zelf heb er nooit echt heel veel mee gespeeld, want ik had niet echt de realisatie van de Drumgun zo sterk. Maar hij was dus een combinatie van een assault rifle en een SMG. En hij had heel veel kogels en is gewoon medium bullets. En hij was gewoon heel erg sterk. Dus de Drumgun, rest in peace Drumgun. Hij mag voor mij best wel terugkomen. Alleen waarschijnlijk moet hij ietsje minder sterk gemaakt worden. Maar het was sowieso een heel erg tof wapen. En zeker weten, een best wel heel erg sterk wapen. En de volgende Honorable Mention is niet echt een item. Daarom dat hij er ook niet in staat. Maar ik wil hem toch even vermelden, namelijk de plane. De plane was natuurlijk een vehicle. Ik heb gisteren een video gemaakt over de beste vehicles. Kijk even die video. Klik even op het i'tje voor die video. Maar de plane was een heel erg sterk wapen, eigenlijk zou je het kunnen noemen. Die eigenlijk heel goed was om druk te zetten. Om heel erg snel ergens te komen. En was gewoon overpowered as hell. Maar is staat niet in het lijstje, omdat het geen item is. Maar ik wil hem toch even noemen. En dan nog eentje. Dat is de laatste. De Heavy Sniper. Die op dit moment natuurlijk nog groot te gebruiken is. De Heavy Sniper was veel te sterk. Of is eigenlijk veel te sterk op dit moment. Je kan namelijk mensen one hit. Je kan nou bomen in één keer kapot schieten. Je kan overal in één keer alles kapot schieten. Ook al is het ijzer, steen of hout. Je kan het gewoon in één keer kapot schieten. Daarnaast one hit je bijna iedereen. Hij heeft bijna geen bullet drop. Hij is super sterk. Hij heeft alleen een hele lange reload time. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk kijkt, is de Heavy Sniper te sterk voor de game op dit moment. Maar was waarschijnlijk nummer 6 of nummer 7 geweest als ik een top 6 of 7 had gemaakt. Maar is wel heel erg sterk. En daarom zit hij bij de Honorable Mentions. Gaan we door naar nummer 1. En nummer 1 is, denk ik, geen verrassing voor heel veel mensen. Misschien dat sommige van jullie hem niet hadden verwacht, omdat hij al best wel een tijdje geleden in de game eruit is gehaald. Of best wel een tijdje geleden dat hij voor het laatst erin is geweest. Namelijk de Infinity Gauntlet. De Infinity Gauntlet is een item, technisch gezien een item die je kon oppakken in een LTM. Namelijk een tijdje geleden ging Fortnite samenwerken met Avengers Infinity War, de film. Hele vette film, ik ben er ook naartoe geweest. En ze hebben dus samen een LTM
dus gemaakt in Fortnite, Infinity Gauntlet LTM. En er zat dus een item in Infinity Gauntlet. Als je die oppakte, dan werd je Thanos. En Thanos had speciale krachten. Die kon namelijk een laserbeam, kon hij afschieten op mensen. Hij had heel veel HP. Daarnaast kon hij continu heel erg hoog de lucht inspringen. Hij was gewoon veel te sterk, de Infinity Gauntlet. Natuurlijk was dat ook zo, want zo was de LTM in elkaar gezet. Het hele doel was om die Infinity Gauntlet te pakken. Die kon je dus pakken als je of als eerste hem te pakken had, want die dropt ergens in de map. Of als je Thanos killde en dan vervolgens zijn loot pakt en hij haalt dus de Infinity Gauntlet. Hij kwam dus ook in de patch 4.1, kwam deze LTM. De Infinity Gauntlet is nooit in de echte game geweest, maar hij was sowieso wel heel erg sterk geweest. En hij had ook nooit in de echte game mogen komen, want dan was het echt veel te sterk geweest. Het was niet leuk geweest als het in een normale Battle Royale was geweest. En eigenlijk als je de Infinity Gauntlet had, dan won je ook gewoon eigenlijk altijd de game, aangezien het gewoon veel te sterk was. Je had volgens mij ook 1000 HP in totaal, als je Thanos was. Ja, het is echt insane. De Infinity Gauntlet was ook een mythic item, net als de Infinity Blade. Ze hebben ook wat met elkaar te maken, denken veel mensen. Ik zelf denk het ook, dat de Infinity Blade en de Infinity Gauntlet wat met elkaar te maken hebben, naast dat ze natuurlijk bijna dezelfde naam hebben. Maar misschien dat ze ooit nog terugkomen in een aparte LTM. Misschien is het wel heel vet als we een team hebben met Infinity Blades en dan nog een team met Infinity Gauntlets. Misschien is dat wel heel vet. Misschien is het idee wel al bedacht door Epic Games en is het al in de maak. We moeten het eventjes gaan afwachten. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond je deze video super tof? Drop dan even de like. Abonneer op het filmvraag met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!